Jullie hebben een mooie reeks neergezet, 6-6. 3 matchen niet verloren, dat moet het nodige vertrouwen geven om bij de leider op bezoek te komen. Ja, dat is ook zo. We hebben nu vandaag Antwerpen, dan volgende week Eupen. Dat zijn de 2 moeilijke wedstrijden, maar met ons 7-9 hebben we ons toch een beetje voor onszelf wat reserve gepakt. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we hier vandaag niet willen stunten als dat kan. We hebben inderdaad vertrouwen. Antwerpen is sowieso een plaats ook dat inspireert, vind ik. Het is altijd leuk om hier te komen. En ik hoop dat mijn spelers hetzelfde gevoel hebben. Dus ik geloof er wel in dat we iets kunnen doen. Alleen ja, we zullen moeten verdedigen. En op de juiste momenten trachten uit te breken en onze kansen benutten. Kansen die er altijd wel komen. Dus we zullen efficiënt moeten zijn. En vooral ja, misschien hopen op een goede wedstrijd van onze keeper. Antwerpen de jongste tijd niet zo geweldig bezig. Oktober is altijd een moeilijke maand, zeggen de supporters dan. Heb je er vertrouwen in dat een stunt mogelijk is hier? Jawel, jawel. We hebben hier vorig jaar ook gelijk gespeeld. Ook terecht. Natuurlijk, het Antwerp nu is sterker. Maar dat zijn wij in principe in vergelijking met vorig jaar ook. Dus goed, ja, wat je net zegt, we hebben vorige week gewonnen van Lierse. Midweek van Deinze. Het weekend daarvoor gelijk gespeeld tegen Sterken. Toch niet de minste ploegen. Dus ja, goed, dat geeft vertrouwen om hier. Natuurlijk, 10.000 mensen. Maar ik heb ook gezegd, 10.000 van Antwerpen, 100 van Roeselare. Het is de bedoeling dat die 100 mensen met een glimlach naar huis gaan. En dat we die mensen van Antwerpen met een kater achterlaten. Daarvoor zullen we hard moeten werken, maar we geloven er wel in.